Dit is de Kroosboot. Sinds een paar jaar vaart het waterschapje mee over de gracht en singels in de Lelystadse wijken. Lelystad is een tamelijk groot probleem. Al het krooswater is. Eigenlijk kunnen we er bijna niet tegen varen. Zo hard gaat het. Vroeg in het voorjaar, in juni, toen waren de temperaturen was het nog koud. Maar het heeft wel zo'n explosieve groei gemaakt dat we er bijna niet tegen kunnen varen. We zijn afgelopen vrijdag zijn we hier geweest. We hebben al een beginnetje gemaakt, maar het lag vandaag weer helemaal vol. Ja, een weekend later is het gewoon vol. Eén kroosplantje, dat kan per dag zich 1200 keer vermenigvuldigen. Zo snel gaat het. De oorzaak van al het kroos is de grote hoeveelheid kleine watergangen, sloten en grachtjes die er zijn. Ideaal groeiterrein voor kroos. En dan zijn die watergangen ook nog vaak begroeid met planten waarvan de bladeren in het water vallen. De ideale voedingsbodem voor al het kroos. De hoofdreden dat er veel kroos is in Lelystad is dat de zuigerplas die al het water voedt van Lelystad, die heeft zelf al te veel meststoffen. Dus het begin van Lelystad begint eigenlijk al met, vanuit de zuigerplas, het brongebied, met het aanbieden van te veel meststof aan Lelystad. En dat er samen met kleine watergangen, struiken, en je begint al met vuil water aanbieden aan Lelystad, zorgt ervoor dat we veel meststoffen en dus ook veel kroos hebben in Lelystad. Om ervoor te zorgen dat er schone water door Lelystad gaat stromen, wordt de zuigerplas later dit jaar aangesloten op het IJsselmeer. Zo gaat het water uit het IJsselmeer stromen door de Lelystadse wijken. En het IJsselmeer is veel schoner water dan het water van de zuigerplas. En uiteindelijk, na 5 jaar, zal dat schonere water zeker ook effect hebben op Lelystad en uiteindelijk ook minder kroos. Al houden we de nadelen van Lelystad, kleinere watergangen met relatief veel struiken en die bladeren zorgen weer voor meststoffen. Tot die tijd blijft de kroosboot rondjes varen door Lelystad. Want doe je dat niet, dan heeft dat grote gevolgen voor de flora en fauna in het water. Het kroos dat is eigenlijk een dichte deken die over het water heen zit. En dan komt er geen licht en geen zuurstof in het water. Ja, uiteindelijk zou je zelfs vissterven krijgen. Want kroos, dat zie je wel, dat sluit het water af. En geen licht is zuurstofgebrek, geen leven, uiteindelijk vissterven. En als we niet kroos zouden verwijderen of niet zouden baggeren, zou het uiteindelijk blauwalg kunnen komen. En dat is natuurlijk absoluut niet iets wat we de burgers van Lelystad willen aanbieden. Kroos is het begin van de ellende. En dat willen we graag beetpakken via bronmaatregelen, maar ook via effectbestrijding, het verwijderen en het voorkomen van de zuurstofloosheid.